Hey Arnas, leuk dat jullie weer kijken naar deze video. En vandaag is eigenlijk een kleine video tussendoor. Wellicht ga ik er meerdere van deze maken, dat weet ik nog niet. Vandaag ga ik een vraag beantwoorden van iemand die iets in de reactie had geplaatst tijdens een van de video's. Iets was me niet duidelijk, dus dat ga ik hem uitleggen. Nou, die vraag staat nu hier in beeld van Freek. Freek vraagt hoe dat je video's of dat je gezichten kan blur kan maken. Dus bepaalde delen blur kan maken van je video. Nou, ik heb daar eigenlijk een heel erg makkelijke manier voor. En die zal ik wel even gauw laten zien. Nou, ik heb deze hele mooie video van Rody. Waarin hij echt de meest geweldige hoofd ooit trekt. Die krijgt nu heel het internet te zien. Hier komt hij. Oké, nice. Maar niemand wil die kop zien. Dus wat gaan we doen? We gaan die kop van hem. Gaan we eens even flink blur maken. Hoe gaan we dat doen? Eerst wat we gaan doen is, we gaan dezelfde video erboven leggen. Dus je maakt een tweede laag. Er staan nou twee video's over elkaar heen. Nou, bij deze doen we rechtermuisknop, klikken we op een link. Daarmee zorgen we dat de video en de audio niet meer aan elkaar gekoppeld zijn. Waardoor ik nou dus gewoon de audio makkelijk weg kan halen. Want net als deze, die is niet geunlinked. Die is nog gelinkt. Als ik die delete, is alles weg. We willen hier drie effecten opgooien. We gaan naar het effectenpaneel. Het eerste is Mozaïek. Ik heb even een goede pak. Mozaïek. Die zetten we erop. Dan krijgen we dit. De volgende is een crop. Ik zal ze zo meteen allemaal uitleggen. En de laatste, die is optioneel. Maar ja, dat is de blur. De Gaussian blur. Zo. Goed. Je kunt natuurlijk de mozaïek er niet uithalen, dan krijg je gewoon een blur alleen. Maar ik doe het even gewoon met de mozaïek erbij om echt goede effecten om even te laten zien. Oké, waar je wel voor wil zorgen is dat het in de volgende volgorde staat. Mozaïek, crop, Gaussian blur. Zorg ervoor dat crop in het midden staat. Dan, nou, hier kun je mee spelen. Hier kun je mee kijken hoeveel blokjes je wil. Ik doe nu ongeveer 50-50. Zo. En misschien nog wat blurriness, zodat het allemaal wat... Oh, wacht, ik moet deze iets minder. Zo, zodat het allemaal wat minder duidelijk is, maar je begrijpt het idee. Nou, dat is eigenlijk het om het een blurry te maken. Maar nou was de vraag, hoe kan ik ervoor zorgen dat er een deel ervan geblurred is? Dus niet alles. Nou, daarmee kan je crop gebruiken. En wat crop doet, die snijdt letterlijk stukken van je video weg. En aangezien we nu twee video's op elkaar hebben, als we de bovenste dan kroppen, dan krijg je het volgende effect. Stel, we gaan van left kroppen. Kijk, dan zie je dat er een deel wordt weggehaald. Nou, die gaan we ongeveer precies leggen met zijn hoofd. Zo. Doen we de bottom ook. En de top, die hoeft niet heel veel. Nou, als we het nu afspelen, dan is zijn hoofd blur. Zo doe je eigenlijk heel makkelijk iets blur maken, deel van. Oftewel, je gooit er een mozaïek op als je de pixel effect wilt. Je gooit er een Gaussian blur op. Zorg ervoor dat je twee videolagen op elkaar hebt. En dan is het de kwestie van het stukje eraf snijden wat je niet nodig hebt. En zo maak je een deel, krop je een deel weg en dan krijg je het over. En als je nou afvraagt van ja, maar ik wil eigenlijk dat het een beetje met het beeld meegaat. Dan kun je het beter in After Effects doen als het veel beweging is. Maar je zou natuurlijk hier met de keyframes kunnen gaan werken. En dat je zegt van, nou, deze staan allemaal vast. Maar als we dan hier zijn, dan zien we dat de koptelefoon er een stukje uit is. Dus, even kijken, het gebeurt vanaf hier. Dan plaatsen we hier weer wat keyframes. Zo, en dan hoeven we hier alleen maar de left wat minder te maken. Zo. En als je nou af zou spelen, dan zou die als goed is mee moeten bewegen. Ja, maar ik hoop dat je vraag beantwoord is, Freek. Mocht het nog niet duidelijk zijn, dan laat het gewoon even weten. Mocht je nou ook nog een vraag hebben binnen liefste Premiere Pro, die niet duidelijk is of waar je bij vast zit, dan gooi het gewoon in de beschrijving hieronder. Laat alvast een duimpje omhoog trouwens. En ik ben er om jouw vraag te beantwoorden. Hou het kanaal in de gaten, want wie weet wat jouw vraag beantwoordt. En ik zie jullie weer in de volgende out video.